Ja, je zult het vast wel herkennen. Je ziet een tweet, je reageert erop en niet lang nadat je die tweet, die reactie verstuurd hebt, denk je, oh nee. Nou, zo was het voor mij ook. Ik had een tweet van Fleur voorbij zien komen als reactie op Judith. En in die tweet zei Fleur van, oh my, mijn digitale vaardigheden omvatten nog niet het vinden of maken van GIFs. Ja, wat is daar het logische antwoord op? Nou ja, wedden dat je voordat het weekend voorbij is dat hebt geleerd. Wat ik natuurlijk niet had gezien, dat die tweet van Fleur richting Judith niet alleen richting Judith ging, maar richting nog 48 anderen. Dat mijn tweet naar diezelfde 48 anderen ging. Dat ik, voordat ik het wist, in een tweetgesprek zat met allemaal gifjes van favoriete films en daar de scène uit. En natuurlijk dat Fleur het enige deed wat ze eigenlijk kon doen, zeggen van help. Dus wat zit je dan op je vrijdagavond te doen? Dan zit je uit te zoeken van hoe leg ik iemand uit hoe je gifjes maakt van je favoriete film. Nou, voordat je dat doet, er zijn eigenlijk globaal gezien drie opties: de lazy optie, de luie optie, Google it. En lazy klinkt misschien negatief, maar eigenlijk is het wel het verstandigste. We maken vooral in het onderwijs veel te veel materiaal opnieuw wat al lang door iemand een keer gemaakt is. En zeker bij zo'n gifjes van favoriete films, de kans dat iemand anders dat gifje al een keer gemaakt heeft, is gewoon heel groot. Dus zoek het eens op. We gaan het zo zien. Er zijn een aantal online opties. Ben ik niet zo fan van. Het gaat wel makkelijk, je hoeft niks te installeren, maar ja, het is iets minder flexibel. Ik heb een offline optie, Screen to GIF. Sorry, het is alleen voor Windows. Ik weet niet zo wat handig is voor een Mac. Daar kan iemand anders een screen filmpje van maken. Nou, belangrijkste eerste vraag natuurlijk is: waar wil je een GIF van maken? Nou, voor mij was dat uiteraard deze scène uit Top Gun, waar Val Kilmer eindelijk vriendjes wordt met Tom Cruise. Stukje waarbij hij zegt van you can be my wingman anytime. En Tom Cruise antwoordt met bullshit, you can be mine. Nou, dat is de opdracht waar we aan gaan werken. De eerste optie die ik noemde was Google it. En ik noem dit wel lazy, maar het is eigenlijk ook wel verstandig. Kijk gewoon eerst of iemand anders al een keer gemaakt heeft. Dus als ik zeg Top Gun, oeh, top, juist, Top Gun, Wingman, GIF. Nou, je ziet dat Google het al als suggestie geeft. En warempel, afbeeldingen van Top Gun, Wingman, GIF. Oh, hier op Tenor. En als ik doorklik en dan zie je van, hey, warempel, you can be my wingman anytime, bullshit, you can be mine. Daar heb je al meteen datgene wat je wil hebben. Copy link to clipboard, share to Twitter. Je kunt de GIF meteen gebruiken. En zoals je hier ziet aan de zijkant, er zijn een heleboel andere GIFjes van Top Gun zo beschikbaar. Dus waarom heel veel tijd besteden als jouw film er al bij zit? Er zijn nog natuurlijk andere plekken dan Google. Giphy.com, dus G-I-P-H, Grieks I.com, is een andere plek waar je heel veel GIFs bij elkaar vindt. Daar is het iets minder handig vinden als ik daar zeg Top Gun Wingman. Dan vind ik op zich wel GIFs, kijk zoals hier en daar, die met Top Gun te maken hebben daar. Maar ja, toch niet zoveel als dat ik op Google zou vinden. Tenminste, niet zo snel die betreffende scène. Maar Giphy is in ieder geval een plek waar je heel vaak terechtkomt. Al was het maar omdat een aantal tools gewoon in hun chatoptie de mogelijkheid hebben om een GIFs toe te voegen. En vaak komen die GIFs ook van Giphy. Dus zoek je er eentje, zou je ook daar nog kunnen zoeken. De tweede optie die ik noemde was het online maken van een GIF. Dat betekent dus dat je de video moet gaan opzoeken waar het fragment in zit waar je de GIF van wil maken. Bij voorkeur overigens is dat fragment zo kort mogelijk. In mijn geval is het al best een lange clip met ongeveer 6 seconden. Vaak zijn het maar een paar seconden die mooi in een loop werken. Maar je moet ergens een plek hebben waar je de video vandaan haalt. Het kan zijn dat je de DVD heb, daar heb je in dit geval niet zo heel veel aan als je het online wil doen. Dus als je een online tool wil gebruiken, dan wil je hem bijvoorbeeld van Facebook of in dit geval van YouTube afhalen. Dus je gaat naar youtube.com,
Je zoekt in dit geval op Top Gun Wingman en warempel, je vindt een clip van 2 minuten 42 waar dat betreffende fragment in zit. Nou heb ik dit inmiddels al zoveel voorbereid dat ik weet dat ze ongeveer op 44 seconden de betreffende clip zit. Even wachten. En 48 begint hij. Bullshit. You can be mine. Oké, okay, 48 tot 55 seconden zit de clip. Nou, dan zijn er een aantal sites. Dit is gifrun.com. Daar kun je de link, dus de link die je van YouTube krijgt, die kun je kopiëren. En die kun je hier inplakken. En dan haalt hij de video op. En dan kun je ook hier weer zeggen van, oké, vanaf 48... En dan weten we, in dit geval tot 55, dus dat zijn 7 seconden. En dan kun je zeggen, create GIF, en dan maakt hij de GIF voor je. Het vervelende aan GIFrun, het voordeel is, je hoeft geen account aan te maken zoals bij Jiffy. Het nadeel van GIFrun is dat het toevoegen van tekst weliswaar kan. Maar in mijn geval niet echt leiden tot het gewenste resultaat. Er staat hier wel een optie add text. Maar ik kreeg in ieder geval niet het effect zoals ik dat wilde hebben. Maar je kunt hier nu meteen eigenlijk de GIF downloaden. En daarna eventueel verder bewerken. Dus dat is op zich wel wat het mooie. Een tweede optie online is Make a GIF. Die werkt soms heel goed. Maar toen ik net de eerste keer probeerde om... een opname te maken van het proces, zei hij van ik kan geen GIF maken, dus we gaan het nu nog een keer proberen. Als ik kies Create a GIF, ik kies YouTube to GIF, ik plak daar de URL van het filmpje in. Ja, kijk, en dan zegt hij nu van sorry, ik kan niet. Kijk of hij wel nu wil. Ja, nu doet hij toch. Ik weet dat hij op 48 begint. Netjes even naar 48 zetten. Iets vanaf. 48. 7 seconden lang. Hoppakee. Tot 7. Nou, dan kun je onder nog even zien. Enable audio. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Oké, dus dat klopt. Nou, hebben in een GIF hebben we geen audio, dus we willen captions. Dus we zeggen hier, you can be my wingman anytime. Je ziet dat die een beetje verschoven moet worden en wat verkleind. Zit die daar. Dan moet de response, bullshit, you can be mine. Die zit hieronder. Bij Make a GIF kan ik geen tijdspannen instellen, dus ik kan niet zeggen het ene verschijnt en het andere verdwijnt, maar op zich, zo kan het wel. En dan zeggen we, nou, we hebben op deze snelheid en we zeggen continue to publishing. We moeten een categorie kiezen, het is een movie GIF. Zeggen Top Gun Wingman. Dan moeten we hier misschien nog Top Gun, Wingman. Ja, dat lijkt me goed. Meer hebben we ook niet nodig. Create a GIF. Ja, dan geeft hij nou weer een foutmelding. Dus ik zeg nog een keer Create a GIF. Ja, nou krijgt hij hem wel. En dan moeten we even wachten. Zoals je ziet, de site heeft een premium optie. Dan heb je wat meer mogelijkheden. Ik heb nu geen account aangemaakt, ben niet ingelogd. Ik ben gewoon naar Make a GIF gegaan en heb die URL ingeplakt. Je zult zien dat inderdaad de kwaliteit van de GIF iets lager is dan bijvoorbeeld de optie die ik heb als ik het offline doe. En het zal ongetwijfeld lager zijn dan wat je nu hier in het filmpje ziet terwijl je aan het wachten bent op processing. Ik zal hem even pauzeren en daar ik het resultaat laten zien. Oké, daar zijn we weer. Wat je ziet is dat ik helaas beter had moeten weten. Ik heb de onderste tekst wat laag neergezet. En omdat het werk van het watermerk van makeagif.com
op een vaste plek staat, loopt hij nou door mijn GIF heen. De enige manier die ik nu heb, omdat ik niet ingelogd ben, is weer bij nul beginnen en nog een keer de tekst intypen. Maar je ziet, je hebt hem hier zelf gemaakt. Je kunt hem dan daarna gewoon op Twitter gebruiken, de link gebruiken en je hebt je GIF. Een laatste online optie die ik je wil laten zien is via gifs.com, gifs.com. Als je een youtube.com filmpje bekijkt en je zet ervoor gif, dus www.gifyoutube.com, niet gifs, dat is een beetje raar, maar www.gifyoutube.com met diezelfde link. En dan kom je bij gifs uit met al meteen de juiste video geladen. Het principe is eigenlijk hetzelfde. Je geeft aan welke begintijd, welke eindtijd. Het belangrijkste verschil hier is dat je ervoor kunt kiezen om de captions, dus de tekst, om die te laten verschijnen en te verdwijnen. Waardoor je dus You can be my wingman anytime en bullshit You can be mine apart in beeld kunt laten verschijnen. Ook hier zeg je dan create GIF. Het is niet not suitable for work, het kan public zijn, we kunnen zeggen Topgun, Wingman, nou, dat vind ik wel even voldoende, en ik zeg next, en we moeten even wachten, no thanks, en huppakee, daar is hij. You can be my wingman anytime, nou, ik kan zeggen van, doe maar even die movie clip. Even kijken, het is 8 van 8, 1986, hoppakee, opgeslagen. Nou, dan is het even wachten op de direct link, maar je hebt al de Facebook link die je kunt kopiëren. En ook hier kunnen we hem dus gewoon zo op Twitter gebruiken. De laatste optie en op zich mijn favoriete optie is het gebruik van een los doeltje. Ik noem het de offline capture. Sorry, ik gebruik Windows. Dus ik ken dit eigenlijk ook voornamelijk als tool Screen to GIF. Op screentogif.com. Een gratis open source toeltje. Als fijne is het is ook een portable toeltje. Dus je hoeft het niet te installeren. Ik heb gewoon op mijn OneDrive heb ik een mapje staan met USB apps. Van het idee van vroeger zet je ze op een USB-stick. Tegenwoordig staan ze gewoon op OneDrive. Daar staat ook Screen to GIF. Dus dat betekent dat overal waar ik op een Windows-computer toegang heb tot mijn OneDrive, heb ik ook toegang tot dit Screen Capture tooltje. Het maakt schermopnames. Alleen kan die ze dan opslaan als GIF. Grote voordeel is dat de kwaliteit daarvan heel hoog is. Het nadeel is dat de video's soms groot worden, of de gifjes die eruit komen heel groot worden. Het idee is eigenlijk gewoon net zoals bij een normaal screen capture tool. Dus je hebt een venstertje, dat kun je in afmetingen verplaatsen. Dat zet je over datgene wat je op het beeldscherm wil opnemen. Dus dat kan een YouTube filmpje zijn, dat kan een lokaal videootje zijn, maar dat kan ook gewoon een scherminstructie zijn. Dus als je kleine instructies wil opnemen, dan kun je dat bijvoorbeeld met CamTC Studio doen. Maar je kunt het ook met Screen to GIF doen. Hij maakt dan een opname. Je komt dan in de editor. En in de editor kun je echt op beeldniveau kun je dingetjes bijsnijden. Je kunt er ook tekst in plaatsen. En dan kun je aangeven op deze, van deze tot deze frame moet die tekst verschijnen. En dan kun je hem exporteren ofwel naar een videootje ofwel rechtstreeks naar een GIF. Ik vind het een hele fijne tool, maar zoals gezegd, soms levert hij wat grote GIFs op. Een GIF voor Twitter mag maximaal 15 MB zijn. En ik moest de opname die ik gemaakt had met Screen to GIF van deze Top Gun scène, moest ik al in de hoogte en de breedte wat bijsnijden om ervoor te zorgen dat ik net onder die 15 MB inkwam. Goed. Tot zover de uitleg voor de drie opties om gifjes te maken van wat dan ook eigenlijk. Maar in dit geval van filmpjes. De eerste dus, Google het.
De tweede, gebruik een online tool. En dat is vooral handig als die video bijvoorbeeld op YouTube staat. En de derde optie die ik gegeven heb, Screen to GIF. Een offline screen capture tooltje wat GIFjes kan opslaan. Ik hoop dat je er voordeel mee doet. Als je andere tips hebt, laat ze gerust in de reacties hieronder horen. Tot zover, groetjes, hoi!